Dit is de nummer 4 tegen de nummer 5. Willem 2 heeft 53 punten na 31 wedstrijden. VVV heeft er 52. Toch is het gat met plek 8 niet zo heel groot. Daar staat Mak met 49 punten. Dus moeten beide ploegen toch wel een klein beetje oppassen. Maar goed, Willem 2 is thuis ijzersterk. VVV is juist op vreemde bodem erg goed. Alleen daar al op is dit een interessante ontmoeting. Geen reden voor Reinier Robbenbond om zijn opstelling te wijzigen. Dezelfde namen als in die met 2-0 gewonnen wedstrijd bij Den Bosch. Net als blikvanger de laatste weken Elton Kabangu. Die inmiddels ook de topscorer is. Met 8 doelpunten en 4 goals maakt in zijn laatste 5 wedstrijden. De opstelling van VVV kent wel wat wijzigingen. Klaassen werd vannacht ziek. Klusken speelt. Die staat op papier centraal achterin. Huisman is geblesseerd. Hij wordt vervangen door Sedlacek. En Venema zit op de bank. Van Rooyen, die nog ontbrak tegen NAC, is terug in de basis. In een formatie die lijkt op die van Willem II. Van Willem II. Svensson. En de schietkans voor Hoornkamp. Snoeihard geschoten. Knappe redding van Ennio van der Goud. Helemaal van achteruit opgebouwd deze aanval van Willem II. Goed ingespeeld door Svensson. Goed in één keer doorgespeeld door Oosting. Voor Kabangu, bal gaat richting Hoornkamp, maar over de spits van Willem II heen, dan een corner. Dat zijn landhouders. Bal komt er niet, wel een schietkans vanuit de tweede lijn. Bos. Bango liep langs Koglin. In de corner. Tweede corner voor Willem II. Weer is het Verret die hem neemt. Deze is wat gevaarlijker. Komt bij de tweede paal. Hoornkamp niet. En dan door Schouten ingeschoten. En Sven Braken en de paal, dacht ik, zorgen ervoor dat die bal er niet in gaat. Eerst Hoornkamp met een stuiterbal en die komt zo voor Schouten. En dan gaat via de knie van Braken tegen de paal aan. Braken stond heel scherp. De vlag blijft naar beneden, dus was dit een kansje voor VVV. Het is op het randje, maar was de grensrechter net goed. Rooien. Berden. Sedlacek behoorlijk vrij. Lathouwers. Berden. Ja, dat is een goede goal van VVV. Van Sven Braken. Willem 2 krijgt die bal steeds maar niet weg. Hier heeft Braken hem al. Dan komt hij uiteindelijk bij Berden die hem aan Sedlacek geeft. Lathouwers hem erin. Echt. Berden hem uitstekend klaar met het hoofd. Voor de overigens zeer vrijstaande Sven Braak. Oudenberg. Oosting. Sven Son. Achteraan. Die is sneller bij de bal dan Dammers. Berde met links. Spits. Kon
wel naast kijken. De eerste doelman is voor Kruijt boven Lamproen. Hoornkamp weggestuurd. Lastige hoek. Hoornkamp, maar die schiet er binnen. Ook de andere spits nu treft zeker. Weggestoken. Dan doet hij het helemaal zelf. Echt geen makkelijke hoek, maar het is heel zuiver. En hard genoeg geschoten door Jis Hoornkamp. Wel spelers die een warming-up deden bij VVV in de rust. En, een stuk of vier die dat nu voortzetten langs de zijlijn. Als de tweede helft in gang is gezet. Hoornkamp wel met de borst klaarlegt voor Owusu. Die hem gelijk maar naar Kabangu speelt. En de doelpoging is na 15 seconden al een feit. Goeie voorzet van Owusu. Daar is hij echt beter in geworden. Hoornkamp. Heeft die bal vrijgemaakt. Oh, losgelaten door Van der Gouw. Dat was even schrikken. Met name voor Van der Gouw en VVV. Kabango had daar nou niet per se op gerekend. Oosting draait in. Vrije kopkans voor Woudenberg. En bij de tweede paal is daar Jis Hoornkamp. We zijn tweede. En Willem 2 op voorsprong. Hoornkamp reageert alert als die bal via Jansen daar bij de tweede paal valt. Omdat Woudenberg niet kan koppen en Hoornkamp daar helemaal vrij staat. Ketting, de bal gelopen door Kabangu. Vervolgens wordt vastgehouden, maar op de been blijft de bal bij Svensson. De vlag omhoog voor buitenspel van Svensson. Ik vraag het me af. Svensson krijgt nu pas te horen dat het doelpunt niet doorgaat. Het was de hattrick van Hoornkamp geweest. Ja, wat ik al zei, ik vraag het me af. Als je de maailijnen volgt op het veld, dan is dit zeer twijfelachtig. Rooien naar Jansen. Vreemd geraakt door Dammers. Komt een corner voor VVV. Als Dammers zijn ploeggenoot ook even op hebt. Kees de Boer, daar is weer Ketting. Ook Verret en Van Rooij op de grond. Die net buiten beeld zijn. En, moet je judo verwikkeld zijn in de doelman. Een speel van Van Rooij, Sedlacek. De Boer. De aanvalsfase, daar loopt het nog niet zo lekker bij VVV. Even een countermogelijkheid op Svensson. Hoornkamp legt hem af. En Oosting ziet zijn inzet. Daar vlak voor het doel weggehaald worden door Ketting. Ketting die daarmee een doelpunt voorkomt. Die bal was langs de keeper gegaan. Uitstekend verdedigd. Kabangu. Maar voorgebracht, daar is ook Woudenberg nog. Het is niet heel lekker gedaan. Meerveld met de kans. Krijgt hem niet over Ennio van der Gouw heen. Die deze weg tikt, maar zo in de voeten van Meerveld. Trap VVV met Kees de Boer. Bijna voor het eerst Venema.
Corner snel genomen door de Boer. Venema tegen Meerveld aan. Voor een vetloze corner. Laag door de Boer, Braken. Daar was over nagedacht door VVV. Niet voldoende kracht achter die bal, Sven Braken. Anders had ook hij zijn tweede gemaakt. Wellicht de beslissing. Oosting. Is hij bijna. Willem II wint. Willem II wint weer. Nu van VVV met 2-1. De wedstrijd die overliep van de kansen. Dat doet het wel vaker niet bij wedstrijden van deze twee ploegen. Hoornkamp is de matchwinner met 2 doelpunten. En Willem II wint voor de 4e keer op rij. En voor de 8e keer in de laatste 9 thuiswedstrijden. Dit Koning Willem II stadion wordt zo langzamerhand een bijna niet te nemen vesting. Voor ploegen in de keukenkampioendivisie. En dat is voor Willem II met het oog op eventueel de play-offs. Natuurlijk goed nieuws. VVV. Heel sterk in uitwedstrijden. Maar ook hen lukte het niet om hier in Tilburg te winnen.